Wat jammer is, is dat belangrijke gezaghebbende actoren binnen de geestelijke gezondheidszorg niet gekend zijn bij het schrijven van dit plan. Een van de belangrijke actoren is het Psychiatrisch Centrum Suriname, waar het epicentrum is van de geestelijke gezondheidszorg. Vanuit het herstelplan hebben wij dus een soort van een poging ondernomen in de afgelopen periode met de Vereniging van Psychologen, het PCS en het BOG, waar er ook een afdeling is voor mental health. Hebben wij dus gezeten om te kijken naar van het plan is er. We gaan niet alles opnieuw gaan doen, maar welke zaken moeten we nog toevoegen of wat moeten we eruit halen en hoe zit de uitvoering, et cetera, et cetera. Maar we zitten dus inderdaad met een plan waar nog geen draagvlak voor is. Maar we willen ook niet te lang wachten. Iedereen is erover eens dat we een nationaal plan moeten hebben om, laten we zeggen, de strategie uit te zetten voor de komende 10, 20 jaren. Is het niet belangrijk, juist in deze tijd waar er heel veel stress is, heel veel problemen, mensen hebben economische problemen, relatieproblemen, dat je dan toch al op vrij korte termijn psychologische hulp toegankelijk maakt en betaalbaar en opneemt in de basispolis? Vanuit het beleid willen we in de eerste helft 2023 drie zaken proberen te realiseren. Het is het opzetten van een hulplijn voor mensen met acute psychiatrische dan wel psychologische problematiek. Tweede is de decentralisatie van die geestelijke gezondheidszorg. Nikeri, die heeft een dependance. Denk maar, Weinig heeft ook een dependance met de media. En er wordt ook gewerkt al om die hulpverlening te bieden. En we gaan dus daar proberen op te dringen. Een andere zaak welke ik bespreekbaar wil maken op korte termijn, is dat we kijken naar mogelijkheden. Hoe kunnen wij de toegang, de drempel tot de hulpverlening verlagen?